Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. Deskundigen waarschuwen dat Australië een stortplaats wordt voor huishoudelijke elektrische apparatuur, doordat er elk jaar voor 13 miljard dollar aan apparaten wordt geïmporteerd. Veel daarvan kan niet gemakkelijk worden gerepareerd als het kapot gaat. Een grassroots-beweging werkt eraan om dat te veranderen. This is a hair straightener, which I can't fix it today. My suggestion is if you take it to the community recycling center. Ian is vrijwilliger bij een repair café in Sydney. Hoewel Ian deze keer geen geluk had, werd zo'n 2/3 van de 1000 items die dit jaar tot nu toe naar het Lane Cove Repair Café werden gebracht, gerepareerd. Medeoprichter Wendy Dwyer zegt dat 700 items zijn gered van de vuilstort en dat zijn niet alleen haarstylers. Today we'll be doing repair in household electrical items, pens and shirts and jewelry, ceramics, shoes, bags and we'll also be sharpening tools. Het café heeft 2 verdiepingen en zit vol met bezoekers. Wendy vertelt dat sommige erfstukken hebben meegenomen met een speciale sentimentele waarde. For people who brought heirloom items that maybe they have got it from their family back home, we would be one of those few places that would actually look at it and repair it free of charge. Wendy Dwyer is 73 en geëmigreerd vanuit Singapore. Ze is afgestudeerd in de psychologie en heeft, na als counselor bij TAFE te hebben gewerkt, 20 jaar lang migranten en vluchtelingen geholpen bij het verbeteren van hun Engelse taalvaardigheid. Ze is nu een van de vrijwilligers van het Australische Reparatiecafé, een groep die bestaat uit gepensioneerde ingenieurs, juweliers en kleermakers. I made the cappuccino and all the home-cooked little snack things for the volunteers and also for the visitors. In retirement, it's really, really important to find something that you're passionate about. And for me, it's finding the repair cafe and believing in what it does. En deze gemeenschap groeit gestaag. Er zijn inmiddels 112 cafés in heel Australië. De beweging begon in Amsterdam, zo legt de voorzitter van het Australian Repair Network uit, professor Leanne Wiseman van de Griffith University in Queensland. The International Repair Cafe movement just celebrated its 15th anniversary. There are now over 3,000 repair cafes around the world in 40 countries. It's wonderful to see people come together. And that's really a great way to save money, to get your clothing fixed, to get your appliances fixed. Volgens professor Wiseman is er een bredere behoefte aan dit soort diensten. The national household appliance market in Australia is projected to reach over $13 billion in 2024. And that figure is growing every year. We see an exponential growth in the consumption of smart goods and devices in our home. So our washing machines, our fridges, our toasters, kettles, air fryers. What's happening is all of these machines, once they break, they end up in landfill. Maar vuilstortplaatsen raken snel vol, merkt Bridget Kennedy van Repair Café Lane Cove op. We're going to run out of landfill here. 2030 now in Greater Sydney region, and we just keep buying stuff and chucking it out. We just need to change that policy of this one-way trip to landfill and became, you know, become really make it much more circular system. Een probleem is dat veel moderne elektrische apparaten niet gemakkelijk te repareren zijn als ze kapot gaan. De federale overheid heeft onlangs nieuwe Right to Repair-wetten aangekondigd, die huishoudens en bedrijven toegang zouden geven tot reparaties tegen redelijke prijzen. Het is onderdeel van een $900 miljoen kostende poging om de productiviteit te verhogen. Professor Wiseman verwelkomt die stap. Australia has been lagging behind the rest of the world, particularly with right to repair reforms. We know that there are not only environmental savings by reducing waste, but the economic savings, particularly in a cost of living crisis that we're currently facing, are huge. What this will mean for all Australians, not only our consumers, but our businesses and potentially our farmers and our hospitals, that they will be able to get the things that they own and buy repaired. Voor degenen die aan het front staan, is het een win-win situatie, legt Wendy Dwyer uit.
I feel very, very proud of the work we do here, and it's fantastic to see things saved from landfill, people actually saving money and repairing things that are precious to them that they really don't want to throw out, but they might not be able to afford to get it repaired. And of course, with the environment, reduce stuff that's put on curbside, yes, and a better future for our community. Dit was een verhaal van Cameron Carr voor SBS News, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.